Interstatieleiden, dat was een van de, in mijn herinnering, van de mooiste straten. Er waren grote kastanjebomen aan weerszijden en in het midden hing er een lamp te bengelen. En als het dan geregend had, dat was net of het allemaal grote paraplu's waren. En dan, als de kastanjebomen in bloei waren, die mooie kandelaars, het was echt prachtig, een schilderijtje waard. Linde. Het was op de 5e april 1943. Ik werd wakker en één blik naar buiten was genoeg om mij te overtuigen dat vandaag schoon weer zou worden. De eerste schone dag van de pasgeboren lente begon. Begin 1943 beslissen de geallieerden tot het systematisch bombarderen van de Duitse oorlogsindustrie, ook in het bezette België. De Amerikaanse luchtmacht zal van op grote hoogte en overdag bombarderen. Duikbootwerven en vliegtuigfabrieken komen het eerste aan de beurt. He would be awakened in the barracks and he didn't really know what the target was until he went into the briefing. He went into the briefing room and there'd be all of the other crews, all of the air crews, and they would give you a general briefing as to what, mainly where the target was, and you would see the map. They would uncover the map and you would see the course you were to fly in on. And that was the first time he knew that you were going to Antwerp. The target that day was, we were informed, was an aircraft plant in Antwerp. In Mortsel bij Antwerpen hebben de Duitsers de werkplaatsen van de vroegere Minerva autofabriek omgevormd tot een vliegtuigfabriek, de Erla. Zo'n 3000 Belgen repareren hier Messerschmitt en Focke Wulf jachtvliegtuigen. Er waren er belangen die niet erg beschadigd waren, maar die een vlieguren gedaan hadden. En die moesten dan een nieuw revisie nemen. Er waren er einde die een crash gemaakt hadden. En die moesten dan niet meer besteld worden, natuurlijk. Hè. En aan beide kanten, daar stonden die vliegers opgesteld. Dat waren er tamelijk veel. Ik geloof dat het zelfs, ik kan niet juist het getal zeggen, maar ik geloof dat het wel 50, 60 zouden kunnen geweest zijn. Did they tell that the plant was in a densely populated area? Well, it was quite obvious that it was. You could see on the map, you knew you were in a city. I don't recall specifically ever that they would tell you whether it was densely populated or not, but they usually were, and you usually knew it because you were all, when you were bombing manufacturing plants, they would be. So I think that was taken for granted, and so was the fact that there would be normal caution taken in the bombing, particularly when you were over occupied territory as this was. The 44th Bomb Group of B-24s flying along
with four groups of B-17s. The Flying Fortress group was ahead. We were the so-called Liberator group in the back of the formation, the rear of the formation. I don't remember much about the description of the early works at all. Up to this April, our group had lost numerous aircraft and crews and my own flight of six aircraft. I was a flight leader. And my six buddies, four of them had all gone down, and maybe one or two out of the 10 men in each aircraft. Only one or two people ever got out of the airplane. I had seen them blow up in front of me, blow up beside me, and naturally I was always concerned about my own skin, but I was concerned about our crew. The American bombers carried the Norden bombsight. And what was the function of it? Well, that was to give the bombardier an accurate... It was a sight. It was a sight to be able to aim the bombs precisely on target. And it was a very, very accurate instrument and for the time. And we did put a lot of faith in it. And I think that's what enabled us to do the high-altitude bombing. We had to maintain a constant, steady formation or platform, which was very difficult, flying formation, because the pilot was not exactly permitted to follow his own bombardier all the time. He had to watch the plane that's in front of him, keep a distance, separation, and also the closeness of the formation, keep the formations tight against fighter attacks. Because as soon as we loosen up the formation, the fighters are more apt to come in and attack. Om 14 uur, oder een paar minuten daarvoor, kwam plötzlich Achtung, Achtung. In Südostengland versammeln sich viele Ziele. Man meint, dass es viermotorige wären. Das Wetter war schön, es war ein typisches viermotorigen Angriffswetter. Wir haben schnell unsere Schwimmwesten übergezogen, sind in die Maschinen gestiegen, haben uns angeschnallt und haben weiter der Meldungen geharrt, die vom Gefechtsstand angekommen sind. Wenn wir von vorne angriffen, dann waren wir vielleicht fünf, sechs Sekunden, dann waren wir durch. Die haben auf 2000 Meter Entfernung schon angefangen zu schießen, während wir selber erst von vorne vielleicht auf 800 Meter, 600 Meter, 400 Meter beginnen, dann mussten wir schon weg. Sonst hätte es einen Zusammenstoß gegeben, entweder nach unten oder nach oben. Germans were very, very good air fighters. Fighters, that's our chief concern at this point. They always attacked the formations from the lead, from the head on, disturbing the accuracy of the bomb run. In de hemel tussen Gent en Antwerpen nemen meer dan 100 Duitse jagers het op tegen de 82 Amerikaanse bommenwerpers. Het gigantische luchtgevecht verstoort de vaste aanvliegroute naar het doelwit.
De uitwijkmanoeuvres ontregelen de precisieapparatuur aan boord van de bommenwerpers. Nu nog zouden de bevelvoerende officieren het bombardement kunnen afcommanderen, indien vooraf goede afspraken waren gemaakt. Ik heb een Boeing afgeschoten, ja. En zwar de dritte. Er zijn insgesamt 4 afgeschoten worden van onze geschwader met 3 groepen. Het had aber nur de tweede groep en de Commodore had een afgeschoten. Ik heb de dritte afgeschoten om 15:25 Uhr. Heb ik die erreicht. En zwar just in dem moment als sie bomben schmissen. Nooit is er antwoord gekomen op de vraag waarom het bombardement gewoon doorging, ondanks de hevigheid van het voorafgaande luchtgevecht. Maar 4 bommen, minder dan de lading van 1 bommenwerper, treffen hun doel. 4 bommen die voldoende waren voor 307 doden in Den Erla. Die bommen die er gevallen waren, was dat eerst stof. En dat was noorderlichterbouw. Allemaal van het fabriek van vroeger, de Minerva, was noorderlicht. Dat glas was allemaal gevallen. En door die openingen straalde de zon naar beneden. Precies of het was het laatste oordeel. Dat heb ik echt gedacht op dat ogenblik. Oh, dat was verschrikkelijk, hè? Die alleen helemaal uitgebrand. Dat was die muren weg en dat was een oogenbaas. Met er stonden zo'n ramen in, dat waren precies altijd zo'n kerkramen. Zo'n smalle ogen. En dat was allemaal plat. Hè. Dat was allemaal uitgebreid. Er zijn maar 3, misschien 4 bommen op Erla terechtgekomen. Maar er werd gewerkt met branders. Met dus chalumeus, gelijk dat ze zeggen, dus branders. En de werkbanken, dat waren eikenbanken. Dus van het ogenblik dat de bommen vuren, is er paniek ontstaan. Die mensen die zijn gaan lopen. Die branders die zijn gevallen. Die hebben de banken en ook het materiaal van de vlieger aangestoken. Al de afdelingen waren met zware draad van mijn kinderen gescheiden. Dus dat stortte niet neer. En dat zijn vuil mensen die misschien goed waren, maar die doen het gewoon gevangen zaten daar die een draad. En we hebben die zaterdags teruggevonden en we gaan opkussen hebben. En die lagen met 2 en met 3 bijeen, die precies bijeen waren gekruipen. Met dat bombardement heb ik dan eerst onder een vliegtuig gezeten, met een kop onder een warenkist gestoken. En dan ben ik helemaal die weg eraf gelopen, hier buiten dus aan. Daar stond een schildwachter. Wacht en dan mocht ik niet boden. En dan zijn er baven opgesproken over die en dat zo. En dan kwamen er volk achter mij van Alveer en dan zijn we zo goed boden gerokt. Dus ik ben dan gelopen naar de richting van Erle en dan over de stenen gekropen, want er waren huizen beschadigd, die waren ingevallen op de straat zelf. Zeiden, je moest dus overal overkruipen. En dan op het hoekje van de Edewarasse straat en de Armansijgerslaar, op die hoek lagen er 17 mensen, of wat is te zeggen, 17 lagen, die hebben allemaal tegenin geplakt, lagen daar met een overal aan, dus werklieden van bij Erle. In enkele minuten droppen de 82 vliegende forten en Liberators zo'n 700 bommen van een halve ton. Bijna alle bommen vallen op de dichtbevolkte omgeving van de Erla. Aan de overkant van de Antwerpse Steenweg is een ander groot bedrijf, Gevaert Fotoproducten, zwaar getroffen. 49 werknemers komen om,
Onder hen veel vrouwen die in het duister rolfilm bewerken. En op het ogenblik van het bombardement waren wij dus in de portierloge. Maar men besefte niet wat er gebeurde. Er was geen alarm gegeven. En bam, in één keer was dat zover. Ik zie die film nog altijd helemaal door die zaal vliegen, brandend. En het was juist een dag dat ze allemaal groot formaat gedaan hadden. En dat deden ze niet graag. En ik ben toen... We moesten buiten gaan door zo'n zes. Om het licht buiten te sluiten. Hè. Want dan konden we niet meer door. We zijn door de zaal... Is gewoon, allez, de meisjes, want er waren er 100 in de zaal. Die zijn allemaal langs daar kunnen gaan lopen, langs het zes nog. Het werk dat er nadien is begonnen voor die mensen hier, de slachtoffers, terug te vinden, dat heeft dagen geduurd. Hè. Dagen geduurd eer dat men iedereen had teruggevonden als er nog iets van overbleef. De Amerikaanse bommenwerpers zaaien dood en vernieling in de straten van Den Oude God. Hele rijen huizen gelegen rond de fabrieken en het centrum storten in. De bewoners worden levend begraven. Honderden burgers zijn midden op straat door de bommenregen verrast. Het oud gemeentehuis en het omliggende gemeenteplein lopen grote schade op. Het lag vol lijken. Het perron, de trap die naar het perron ging, naar de trein, lagen doden. Boven lagen de doden. Ik denk dat er een trein is binnengekomen en dat de mensen verrast zijn geweest door dat bombardement. Maar wat ik me nog herinner is dat er een man met een fiets, met een mandje voor, op de fiets aan het stuur. En in dat mandje lag een kindje, een klein kindje nog. Helemaal blauw, grijs, het sliep precies. En de moeder die boven de mand hing en die maar altijd riep, kindje, mijn kindje toch. En de vader die er verslagen bij stond. Maar dat ben ik hier op het gemeenteplein komen zien en dat was echt een chaos. Er waren verschillende bommen gevallen hier op de plein. En juist een bom vlak naast de bus. Dus de 30 passagiers, die drie waren allemaal verkoold. Wat er nog overbleef van die bus was een chassis. Een rokende, smeulende chassis. En dan die bepaalde reuk, die specifieke reuk na een bombardement, dat kan ik praktisch niet beschrijven. Ongeveer zo'n reuk van verbrand, smeulend, hout, ijzer, kledingstukken, reuk van kledingstukken, verbrande kledingstukken. Die Antwerpse strot, dat brandde al vooral. Hè. Daar lagen we door. Daar lagen laken in de grond. Dus, oh, verschrikkelijk. Tien jaar winterhulp. Toch wel schoenen aangekomen. Hè. En ik vermaak onder. Maar de moot was er niet. En dan had ik geen schoenen. Maar dan ging ik verder voort naar mijn ouders. En daarom de noek.
waren de bommen, hè, de, zo de vliegers. En ik zeg tegen ons kinderen, ik zeg, kom hier dicht bij me, want de vliegers komen voor de Nerla. En dan die is veel de bloemen. Ik zag die bloemen vallen, ze. Ik zag ze vallen en naar mij bukte ik me en bij mijn kinderen te zijn. En ik kreeg allemaal de bloemen op mijn lijf. Ja, de stieren. Poorn, geen bloemen. Dat, ja, de poornen. En dan mijn arm ook was ook hartig gekwitst, want die was verbrazeld. Want ik zoek in een goede dochter. Met zot en niet en dan denk ik dat gaan teken. Het is vreedel, hè. En waarom dat ze dat hier gedoppen in de nagel, dat weet ik niet. Hè? Het is ook zo moe dat je ze niet zag. En al die kinderen met die moeders, die zaten buiten op die banken in de avond. Het was het schoonste weer van de wereld. Kinderen en dan mensen ook natuurlijk, die op straat zaten en de branden hier ook. Een bombardement, ik weet niet wat die mensen moeten bezielen. Die daar met zo'n vliegmachine gaan, met zo'n wrakboom, dat verstaan ik niet. Wij hadden evenwel niet veel tijd om te zien, want plots breekt er een orkaan los. Juist alsof alle duivels uit de hel zijn losgebroken. Bommen, bommen en nog eens bommen vallen in onze omgeving. De ene wat dichter dan de andere. De grond trilt en schokt, als een hobbelpaardje. Dit duurde 2 à 3 minuten. Maar ik heb nooit kunnen denken dat 3 minuten zo lang duurden. We hadden samen met de andere kinderen van de klas een sportnamiddag of turnles. En op deze koer hebben wij dus voetbal gespeeld. Aan de noordkant was een grote muur en aan de zuidkant was een grote muur. Er waren doelen opgetekend aan beide kanten. En in het doel langs de noordkant stond ik in het doel. En de onderwijzer die in het midden van de speelkoers stond, die zei, zoals we vroeger geoefend hadden, voordien, loop naar de gangen en kruip onder de trappen. Wel, ik stond op 3-4 meter van de gang waar ik gewoon was te verblijven. En ik ben niet naar die gang gelopen, maar ik ben gelopen naar deze gang waar ik hoegenaamd niks verloren had. De meeste kinderen van onze klas zijn naar die andere gang gelopen. En op de achterkant van die gang is een bom gevallen. En 24 kinderen van om en bij de 10 jaar zijn daar ingebleven. En op het ogenblik dat we buiten kwamen, dan lag de linkervleugel van de school, waar dat dus de kleinste studiejaren in zaten, die lag volledig plat. Op dat ogenblik wist ons moeder al dat het studiejaar waar mijn zus in zat,
dat daar al de kinderen dood van waren en dat het studiejaar waar dat ik in zat, dat die ook allemaal dood waren. En dan ben ik naar hier gekomen en dan zaten we dus recht voor het huis, was er een immense bomput met een krater van zo breed als het voetpad. En het voetpad op Statie Lui was toen op dat moment zeker een meter of 11. En dan weet ik nog dat ik door de bomput naar binnen gelopen ben. En ons moeder op dat moment, die geloofde precies haar eigen ogen niet. Die dacht dat er twee kinderen dood waren en dan kwam er één. Behalve de Guido Gezelle Jongensschool, waar 23 jongetjes omkomen, zijn vooral de twee meisjesscholen zwaar getroffen. In Sint-Lutgardis is in één klas geen enkele overlevende. In totaal komen er 63 meisjes tussen 12 en 14 jaar en 5 zusters om. In Sint-Vincentius worden 4 klassen totaal vernield. Van de 360 leerlingen verliezen er 103 hun jonge leven. Onder hen al de 6-jarigen, 1 zusteronderwijzeres en 2 juffrouwen. En we hadden juist zangles. En we hoorden heel zwaar geronk zo. En de kinderen zeiden, o, zuster Dengelsen zijn daar. Mogen we gaan kijken? Wij waren dus wel gewaarschuwd als er bombardementen of zo moesten komen of vliegmachine, dat wij moesten van de zusters in de gang lopen. Wij hadden dus een grote gang waar de kapstokken, waar de mantels gingen. En als er iets gebeurde, moesten wij daar naartoe lopen en dan moesten wij ons achter die mantels wegsteken. En we renden verder naar buiten, de deur uit, de cour op, achter de juffrouw aan. En net op het punt waar dat we dus de bom zou vallen, ben ik waarschijnlijk gestopt, weggeslagen door de luchtdruk en terechtgekomen, heb ik naderhand gezien, juist vlak voor de tuin van het klooster. Ik zat helemaal ineengeklemd onder de puin. Ik moet weggeslagen geweest zijn door de val van die bom die op het gebouw terechtgekomen is. En toen weet ik feitelijk. Ja, en ik heb gezegd een bombardement, en maar... dat drong bij mij niet door. Ik was zo... Nee, ik wist niet wat dat was. Haar mond was helemaal vol stenen. Ja, ik heb gevoeld dat er iemand met zijn vinger in mijn mond ging om al die bricaillons daar. Mijn mond zat vol stenen en puin en vuil. Ja, en haar één oog was helemaal lacheruit, hè? Ja. Uitgerukt. En ja... Wij waren dus ontschreven en wij riepen op onze ouders, lijken we dat gaan, kinderen van 14 jaar. En dat heeft zo, ja, ik denk nu niet, 3-4 heeft dat geduurd, dat bombardement. En er viel dus die gang, die viel in en wij lagen daaronder. En mijn vriendinnetje, die heeft nog een hele tijd geleefd. En dan stilaan, wij waren aan het praten en aan het bidden met elkaar en elkaar daar steun aan het geven, hoorde ik die sterven. Plots was dat gedaan. Maar toen zagen we in één keer dus dat het gebouw zich in één keer toeplooide. En dan zijn ze beginnen roepen en schreeuwen. Ja, mijn zusje is daar, mijn broerken is daar. Ik zeg, ja, maar kunt er toch niet naartoe? Ja, en de kinderen konden bijna niet bijhouden, hè. Ik heb daar de mensen zien schreeuwen en huilen. Gekwetsten gezien die nog leefden. En dan hebben we mee aan het puinruimen geweest om nog mensen te vinden. Ik denk, mijn oudste zuster zal naar haar jongste zuster gelopen zijn, denk ik. En dan, die was erg gekwetst, de jongste. Mijn oudste zuster eigenlijk was niks gedaan, maar waarschijnlijk door de luchtdruk de longen gesprongen.
En ik heb die gevonden omdat ik die herkende als een pullover. Dat was een kleur, een beetje een bruin, oranje kleur, redelijk vies. En ik kon dat, ja, ik herkende hem, maar die had maar een half kopje niet meer, geen naantjes niet meer, geen voetjes. Dat was verschrikkelijk. Ik zeg, ja, dan kwamen de scouten vragen, moet gaan die klein dragen? Ik zeg, je moet nog eentje zoeken. En dan heb ik na een hele tijd toch mijn dochter gevonden. Maar ik heb die herkend aan de strik in haar haar, maar het meeste deel van haar haar was afgerukt en was eenmaal lopen geëst. En het was nogal een teer kindje en allemaal vol haartjes van het springen van die bomen, zeker ze, ik weet dat niet. Maar het was verschrikkelijk. Het lag vol lijken. Hè. En ze hebben dan de stores afgenomen van hetgeen dat nog overbleef van het gebouw. Want er stond bijna niks meer recht als de buitenmuur langs in het park. En ze hebben dat over die lijken gelegd. En ze kwamen me zeggen, zuster, neem alsjeblieft de tekens van de kinderen af. Hun broosjes en hun horloges en hun kettingsjes. Want ze zouden er al mee weg geweest zijn. Ze kwamen het stelen bij die dode kinderen daar. Ja, intussen tijd kwamen wij buiten en dat was allemaal vuur en vlammen en dooien en wat we hebben allemaal gezien hebben en huizen allemaal kapot en vernield en dan kwamen we, ik woonde niet zo ver van de school en toen kwamen wij aan thuis en toen zag ik natuurlijk dat heel ons huis kapot was en mijn moeder die zag ik niet. En dan is er een ambulance aangekomen en mijn vader heeft mij dan laten in die ambulance doen. Toen wist ik nog niet dat mijn moeder dood was. En dan zijn wij samen gaan kijken naar de harmonie. En dan heb ik mijn moeder nog gezien, ja. Dan lagen allemaal in bekken, want dat waren gewoon bekken waar ze die doden allemaal ingelegd hadden. Met zo'n schil erop. Op die ene kist lag een ring, op de andere kist lag een stuk van een kleed, van een schoen stond erop. Oh. Ik was 's middags een beetje kwaad naar school gegaan en niet normaal mijn moeder een kus gegeven en daar heb ik altijd heel veel spijt van gehad. Dat kon ik dus niet meer goed maken. Hè. Wij moesten persoonlijke bezittingen komen halen. En de bezittingen die men gevonden heeft, moesten wij ophalen. En dat was ook een moment dat ik nooit zal vergeten. Een van mijn goede kameraden, daar heb ik zijn boekentas en zijn persoonlijke bezittingen gaan afgeven thuis. En natuurlijk het in ontvangst nemen door die ouders is zeer pijnlijk en zeer bedroevend geweest. Er werd dan ook eten bedeeld, omdat dus alle mogelijke nutsvoorzieningen beschadigd waren. Dus kwestie van gas en water en dergelijke dingen. En men kon dan met de kaart van de geteisterden kon men bijvoorbeeld eten gaan halen in het vroegere Lindenhof, dus gelegen tussen Deurnestraat en Lievengeversstraat. Daar kon men dus ook warme maaltijden bekomen. Er werden ook klederen bedeeld, dus men kon met die kaart iets gaan uitzoeken dat voor u min of meer paste.
was kostorgelist, begrafenisaannemer en pianohandler. Ik heb voor mijn dochter 2 kisten laten maken. En mijn klanten die vroegen, die zeiden, meneer, oh, ik wou me niet schrijven. Hè. Mijn dochter kent een goede kist. Ik zeg alleen, ik heb een kist laten maken van mij. Hè. Ik zal die voor u gebruiken. De tweede keer, de tweede kist, is het juist zelf gegaan. En mijn eigen dochter is in een bak begraven. Waarom deed u dat? Ja, om de mensen tevreden te stellen. Hè. U dacht dat het voor u minder erg was dan voor hen? Ja, ja. En dat was zo ook. Ik was maar hier kwijt. U had nog andere kinderen? Ik heb nog dan kunnen zeggen dat er nog 6. En de andere veel die niets meer hadden, die dat weer drijven waren. In heel het Antwerpse worden grote rouwplechtigheden voorbereid. De meeste slachtoffers worden al op vrijdag 9 april, 4 dagen na de ramp, in Mortsel begraven. 10 onherkenbare slachtoffers zullen tijdens de dodenmis in de Antwerpse kathedraal hun lotgenoten vertegenwoordigen. Het vertrek van de begrafenisstoet hier op de gemeenteplein heb ik wel gevolgd. Dat was vanzelfsprekend indrukwekkend. Al wat kon rijden met koets en paard en auto, dat was allemaal opgeheist om de vele kisten. Dus stoetsgewijs van hier naar de kathedraal in Antwerpen. Wij waren toen bij Groot Antwerpen. En de kerkdienst was door monseigneur, of kardinaal, beter gezegd, kardinaal Van Rooij, geleid naar de kathedraal in Antwerpen. En dan terug van Antwerpen. En dan terug en dan langs de straten van hier tot Ginder stonden al de schoolkinderen en vele mensen opgesteld om dat toch wel indrukwekkend, want het waren toch ongeveer 1000 mensen die die dag op 2 minuten tijd zijn gestorven. Ik ging graag naar school. U leerde goed. En ik leerde goed, ja. Dus dat kwam er ook bij dat ik dus van dag op dag niet meer naar school kon gaan. Ja. We moesten een beetje opofferen. Ja, we moesten huishouden doen en kuisen en ja, alles. Hè. Dat viel natuurlijk niet mee, als je 14 jaar bent.
in de klas waar dat mijn kindjes in zaten, die zijn allemaal overleden. Allemaal. Al op 7 minuten tijd. Weinige families hier in Mortsen zijn niet geraakt geweest. Van nou iedereen. We hadden er drie zusterkens en die waren alle drie dood. En ik heb daarna de mama gezien en die zei: zuster, bij mij staat er een emmer vol geschilde aardappelen. Ze hadden gevraagd die morgen, voor als ze thuis kwamen, s'avonds, voor friet. En de mama zei, ik heb geen tijd, het was de keustijd. En ze hadden met hun drieën een volle emmer aardappelen geschild. Wie zijn al die doodsprentjes? Wie staat er allemaal op? Die doodsprentjes, die is ten deels van de kinderen, van de klas van mijn kindjes. Die heb ik allemaal. Ik zou die feitelijk moeten in een album doen, maar dan kan ik niet lezen wat er van achterop staat. Ik lees dat graag wie dat is. Of enfin, graag niet. Maar ik herken veel van die families. Hier zijn er ook weer zo twee zustertjes hier, die vaak hun plechtige communie moesten doen. Maar... ja. Niet tegenstaan dat de motten misschien kan niet zitten, maar ik kan dat niet weggooien. Nee.